kijkers van het Vakenhof kanaal, Lars hier. Welkom bij een gloednieuwe aflevering, waarin ik met jullie ga kijken wat er allemaal weer in de Vakenhof postbus ligt. De afgelopen paar dagen zijn er behoorlijk wat dingen binnengekomen. Ik heb 6 brieven. Even kijken, hier heb ik ook nog eentje waar ik heel voorzichtig mee moet zijn. Op een of andere duistere reden, misschien zit er een bom in. En ik heb ook een pakje gekregen, een behoorlijk groot pakje zelfs. Het is ook een stevig pakje en het rammelt, dus ik weet niet wat hierin zit. Ik vermoed iets met blokken, maar dat kan het natuurlijk ook helemaal fout hebben. We gaan nog wel lekker achterkomen en mocht jij het ook leuk vinden om mij ook iets op te sturen voor de postbus, wat ik open kan maken in een van deze video's, dan kun je dat sturen naar, en dan moet ik even zoeken, want ik weet mijn eigen postbus niet meer uit mijn hoofd, postbus 1055 1780 EB in Den Helder. Dan komt het vanzelf bij mij terecht en ik had in de vorige aflevering, heb ik het verkeerd in beeld gezet, dus postbus 1055 1780 EB in Den Helder, komt het vanzelf bij mij terecht en dan kan ik het gewoon gezellig met jullie gaan openmaken. Laten we deze pakken. Waarom deze? Omdat die bovenop ligt. En dan zien we het vanzelf allemaal wel. Heb ik mijn mesje nog? Ja, dat is mooi. Dat is het mooie als je je kamer nooit opruimt. Dan heb je altijd je spulletjes nog van de vorige keer liggen. En dan denk ik, kijk, deze zit namelijk echt fucking goed dichtgeplakt. En volgens mij ga ik zo meteen mezelf mijn vingers snijden. Dat zou ook wel lullig zijn. Een beetje lollig voor jullie, lullig voor mij. Dat is een beetje hoe het is. Zo, dit is niet de brief die ik heel voorzichtig moet openmaken trouwens. Zo, even kijken, wat is dit? Een briefje. Een briefje. Hey Russische Vakenhof, wanneer speel je eens een keertje GTA Chinatown Wars? Grand Theft Auto. Zonder afzender. Ik weet niet van wie dit briefje komt. GTA Chinatown Wars. Dat is toch van, dat is op de DS. Ik zou niet weten hoe ik een DS-game op moet nemen. Ik heb het ooit een keertje geprobeerd. Een DS-game opnemen, maar die ging behoorlijk laggen. Dus, ik denk niet dat ik die ga spelen. In ieder geval niet soon. Maar ik heb hem wel staan. Wacht even. Kijk of ik hem heb. Ja, hier. Kijk, van mijn halve kast in stort. Ik heb hem wel liggen, dus het zou in principe kunnen. GTA Chinatown Wars. Als dat dingetje er nog in zit. Ja, zit er nog in ook. Dat is ook typisch ik, hè. Dan koop ik dus een game en dan doe ik er vervolgens helemaal niks mee. Dat is echt zo typisch. Ik heb die halve kast die vol staan met games die ik nooit aangeraakt heb. Dat is eigenlijk best wel heel erg zonde. Misschien wel een goed idee om dat eens een keertje te gaan doen. Even kijken, wat hebben we hier? Boom Keep Creeper staat er achterop. Ik hoop niet dat deze ontploft. Als dingen ontploffen hier, dan kan ik alles op gaan lopen ruimen. En ik wil graag dat mijn huis nog wat langer meegaat dan vandaag. En Zebak, kijk. Zo, mensen plakken wel hun enveloppen goed dicht. Dat is wel heel erg fijn. Sommige enveloppen die zitten namelijk echt half open. En dan valt alles eruit. En ik kan het weten, want ik heb ooit nog eens een keertje bij de post gewerkt. Op een blauwe maandag. Wat de fuck is dit nou weer? Wat zijn dit? Wat de fuck is dit? Dit is een fucking creepy. Oké, ik weet niet wat het zijn, maar ik ga even kijken wat erop zit. Even kijken. Lieve Lars, ik en mijn vriend Sven vinden jou heel leuk. Door jou is Sven begonnen aan Minecraft. Kijk, daar houden we van. Hij is een verslaafde kip geworden. Hij vraagt waarom je de vernieuwing niet door... Waarom je die vernieuwing niet doet op Vakenhof. Oh, op Vaku Games. Oh, waarom ik dat niet doe op Vaku Games? Omdat Vaku Games eigenlijk gewoon een soort van dood was. Dus ik ga gewoon lekker opnieuw beginnen. Ik moet dit geven van Bruno Mekonijn. Sorry voor het slordige handschrift. Het komt door me spasme. Oh, nou ja, dat maakt er niet uit. Ik had lezen, dus dat is belangrijk. What the fuck zijn dit? Is dit konijnen eten of zo? Ik hoop niet dat het konijnenkeutels zijn. Nee, konijnenkeutels zijn het niet. Dat geloof ik niet. Konijnenkeutels zijn rond. En zwart. Dit ziet er meer uit als konijnen eten. Als ik ooit een konijn krijg, dan heb ik eten. Heel handig. Dankjewel, dame en heer. Laten we kijken. Met deze. Dat is de lange envelop. Daar zit volgens mij geen konijnenvoer in. Want er zit volgens mij alleen maar een briefje in deze. Dat is ook leuk. Hupsakee. Je hoeft niet allemaal dingen op te sturen. Wat hebben we hier? Ah, dit is een net opgevouwen. Wow, keurig netjes opgevouwen zelfs. Een keurig opgevouwen. Hey Vaco, dit is voor jou... Kusjes van Davina. Ah, handig. Die kan ik gebruiken als ik ooit een keertje live ga. Dan ga ik gewoon zo zitten. En dan weet iedereen dat ik live ben. Handig. Altijd nuttig. Dankjewel, Davina. Groetjes terug. Even checken. We hebben nog 3 enveloppen en dan het pakje. Zullen we eens een keertje deze roze envelop doen? Een roze envelop is nog opgestuurd naar Vaku Games. Maar het is tegenwoordig Vakenhof. Het maakt trouwens niet uit wat je bovenaan zet. Weet je dat als je gewoon... iets opstuurt naar iemand, dat het niet uitmaakt hoe je diegene noemt. Je kan bijvoorbeeld best wel Prins Willem-Alexander erbovenop zetten. Zolang je de postbusnummer en het postcode maar goed opschrijft, dan is er niks aan de hand. Sorry dat die roze was, ik heb een zusje gekregen. Ah, gefeliciteerd. Hoe heet je zusje? Ik denk... Bertha. Ik weet het niet. Even kijken. Wie noemt zijn zusje nou Bertha? Daar geloof ik helemaal niks van. Wow, er zit een hoop in deze envelop. Nice, ik hou van dingen waar veel in zit. Even checken, laten we gewoon deze beginnen. Fanart voor Vakenhof. Kijk, een keep, een konijn van Pokémon Master Lars Devon. Aha, daar ben ik. Oh, hij heeft ook iets
aan deze kant geschreven, maar dan heeft hij het maar doorgekrast, want blijkbaar was de andere kant leuker. Oh, en een hartje. Was het een hartje? En nou is het hartje doorgekrast. Oh. Mijn broertje wou iets over jou tekenen, dus hier is je fanmail doorgaan met Vakunov en Vakunova. Dat komt zeker goed. Dat gaan we zeker doen. Vakunova is gereboot. Vakun Games niet meer, maar Vakunov wel. Dit kanaal, dat gaat hartstikke lekker. Dus ik heb eigenlijk niks te klagen. Wat hebben we hier? Even kijken. Ah, weer die fucking Snorlax. Ik heb niks met Snorlax. Snel potverdorie, dat was die andere YouTuber. Charmander, Vakunov gooit een Pokeball. Oh, de kip gooit een Pokeball. Nice. Ik hoop dat hij gevangen is. Snorlax blijft niet zo heel makkelijk zitten in een Pokeball. Snorlax heeft een hele lage catch rate. Welke zullen we doen? Zullen we deze doen? Er zit ook iets hards in. Volgens mij zit er iets van karton in deze envelop. Laten we gewoon maar eens even kijken wat er allemaal in zit. Snij, snij en nog eens een keer snij. Ik hoop altijd dat ik deze dingen niet kapot snij, want dat zou ook wel fucking lullig zijn. We doen mensen zoveel moeite om hier iets te krijgen. En dan zou ik het kapot snijden. Dat vind ik al zonde, weet je wel. Ik moet een beetje opletten. Jullie hebben moeite gedaan, dan mag ik ook een beetje moeite doen. Oh, hey. Er is een cadeautje. Wacht even. Ah, er zit verder niks meer in. Een cadeautje. Aan Vakunov. Eerst deze brief lezen, hè. Nou, zal ik eens eventjes doen. Eerst Oh! Die is leuk. Wacht even, die zal ik zo laten zien. Beste Vakunov, je bent dapper overnieuw begonnen in je carrière als YouTuber. Van Vakun Games naar Vakunov. Daarom heb ik een cadeautje naar je opgestuurd voor je oude kanaal, dat laatst maar liefst 250.000 abonnees heeft aangetikt. Dat is ondertussen alweer een tijdje geleden, maar dankjewel. Gelukkig ga je gewoon verder op je nieuwe kanaal, zeker eens te weten. Ik denk dat je de YouTube Silver Play Button voor Vakunova en Vakunov gaat halen, want dat is logisch voor de beste YouTuber ter wereld. Nou, of ik dat ben, dat is maar de grote vraag. Maar dankjewel voor je succes, voor je steun. Veel succes met je nieuwe kanaal. Vriendelijke groet. Jappe, een trouwe Vakugamer. Kijk wat hij gemaakt heeft. Hoe fucking tof is dit? Ik heb een golden play button. Die had ik niet. Oh, jawel, die had ik wel. Ik heb een andere. Deze is wel echt fucking tof. Er is een soort... Het lijkt alsof het allemaal laagjes papierbomen op elkaar zijn. Er zit best wel veel werk in. Voor Vaku Games en voor Vakunov. Nou, dankjewel. Misschien dat hij ooit nog eens een keertje komt. De golden play button. Ik denk dat ik hem er niet uithaal, want ik denk dat ik hem gewoon zo erin laat zitten. Dan kan ik leuk op de achtergrond neerzetten. Dankjewel. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik hou van dat soort leuke dingetjes. En misschien dat we het ooit voor elkaar krijgen, die 100.000 abonnees op dit kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, ga dat zeker even doen. Dan hebben we dat ook maar vast geregeld. Kijk uit, voorzichtig, pas op. Staat er op deze laatste envelop. En dan hebben we daarna nog deze. Dus laten we gewoon maar eens eventjes heel voorzichtig zijn. Voorzichtig, pas op. Nou, vooruit. Oké, weet je, dan doe ik dat type in het mesje. Doe ik het gewoon met mijn hand. Even gluren. Gluren bij de buren. Oké, voor mij is dat gewoon een papiertje. Dus dat moet veilig zijn. Hupsakee. Wat hebben we hier dan, jong? Oh, wauw. Dat is een hele tekening. Ik hou van tekeningen. Ben net Sinterklaas. Feest. Joepie. Godzakken. Nou, dit mijn halve studio weer om. Dan kan ik weer stofzuigen. Jongen, die 20.000 abonnees, dat was met de partypopper, hè? Dit is geen partypopper. Even kijken. Beste Lars, ik ben al heel lang fan vanaf het begin. En ik vind het erg jammer van Vakun Games. Maar ik ben blij dat je een nieuw kanaal start. Blijf zo doorgaan. Kusjes van Amber Vink. En groetjes aan Bren. Nou, ik zal zeker de groetjes terug doen. Kijk, weer die fucking Snorlax. Ik ben geen Snorlax. Oké, ik ben wat aan de dikke kant, maar ik ben geen Snorlax. Dat was die andere YouTuber. Die moet je er iemand anders op sturen. Thanks, Amber. Wordt zeer gewaardeerd. En ook heel fijn van deze... feestelijke confetti. Echt super tof. Wordt zeer gewaardeerd. Dan hebben we nog één ding te gaan. En dat is deze. En dan niet de confetti, maar dit hele grote pakje. Ik ben oprecht heel benieuwd wat hierin zit. Want het is een stevig doos. Het rammelt. Dus ik denk dat het best wel een dingetje zou kunnen zijn. We gaan gewoon eens eventjes kijken. Wat dit is. Ik ga heel voorzichtig zijn. Oeh. Wow. Ik ben echt heel benieuwd of dat dit is wat ik denk dat het is. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat het gewoon de doos is. Daar ga ik eigenlijk wel een klein beetje vanuit. I got a baller doos. Met Samsung erop. Het is een Samsung baller doos. Maar er zit ook allemaal tape overheen. Dus ik denk dat het iets anders is. Dat de seal is broken. Do not accept if the seal is broken. Helaas, ik moet deze wegsturen. Ik weet trouwens van wie deze komt. Als het goed is... En ik ga kijken of dat ik gelijk heb. Waarschijnlijk niet. Ik heb namelijk iemand deze zien posten op Twitter. Dat is wel leuk. Sommige mensen die sturen namelijk eerst van tevoren. Voordat ze iets opsturen, dan gaan ze eerst eventjes een tweetje sturen. Dat is ook wel leuk. Dus mocht je mij nog niet volgen op Twitter, ga dat zeker even doen. @Vakunov, gewoon precies dezelfde naam als het kanaal. Lekker makkelijk.
Daar ben ik oprecht heel benieuwd. Ik denk niet dat er een ballerding in zit, maar we gaan het zien. Wauw. Zal toch niet? Even kijken. Een hele grote brief. En ik mag de naam niet hardop oplezen. Ik had gelijk, degene van wie het was. Beste Lars, ik vermoed dat je nu wel zou denken dat dit een veel te duur cadeau is om zomaar in de fanmail te ontvangen. Laat me uitleggen waarom ik zoiets naar je stuur. Sinds een maand heb ik te horen gekregen dat ik vanaf 14 september aan de slag kan als verkoper van Fossil om hun smartwatches te verkopen. Nu heb ik dus van Fossil een van hun smartwatches opgestuurd gekregen om hun extra te kunnen vertegenwoordigen. Dat betekent dus dat ik deze smartwatch, die jij nu niet meer nodig hebt, en aangezien het nog niet gelukt was om hem door te verkopen via Marktplaats, dacht ik, ik maak jou er blij mee, zo is hij ook ideaal voor bij het sporten en het wandelen. Oké. Vraag me echt af of dit echt zo'n dingetje is. En mocht je een keer een lui dagje hebben, dan zal het horloge op precies de goede momenten aangeven wanneer je een paar korte strekoefeningen moet doen of van een paar seconden om weer gezond bezig te zijn. En natuurlijk is je ook ideaal om notificaties mee te ontvangen en op te reageren op berichten zonder de hele tijd je mobiel in de handen te hebben. Dus heb je vragen? Dus hierbij hoop ik dat je hem maar vaak mag dragen en er veel plezier van zou hebben. Vragen over het horloge, bel mij, dan staat er een telefoonnummer, of stuur lekker een berichtje op Skype. Met zijn Skype-naam. Met vriendelijke groet. Een naam die ik niet zal noemen. PS, mochten de bijgeleverde bandjes niet passen, dan kun je eventueel nieuwe bestellen op een website. Wauw, zal dit echt zijn? Of zit iemand bij je gewoon echt keihard te pranken? Mensen zitten me niet keihard te pranken. Dit zit gewoon in deze doos. What the hell? Are you kidding me? Wacht even. Is dit een grapje of niet? Wauw. Een bandje? Waar je ermee vast kan doen? Echt waar, joh? Ik geloof hier echt helemaal niks van. Er zit hier nog een bandje bij. En een schroevendraaier om hem open te maken. Wauw. Als dit echt is wat ik denk dat het is, dan is dit oprecht een van de duurste dingen die ik ooit opgestuurd heb gekregen. Proof of authenticity. Deze brief certified de authenticiteit van dit ballerproduct. De handtekening van Demi de Zeeuw, El Hierro Elia en Gregory van de Wiel. Echt waar? Samsung Gear S2 Classic. Ik ben echt heel benieuwd. Zal dit echt? Dat kan toch niet? Geloof ik helemaal niks van dit. Ik sta een beetje met mijn mond vol tanden voor het geval dat je dat nog niet in de gaten hebt gehad. What the hell? Dus deze moet je dan... Hoe gaat die aan dan? Hoe gaat die aan? Ga aan. Wat is het aanknopje? Is dit het aanknopje? Ja. Samsung Gear S2. Oprecht, dit soort dingen, dat stuurt er niet naar een postbus toe. Het is wel een fucking tof ding. Ik ga namelijk vanavond weer wandelen. En dan kan ik hem eens uitproberen. Wat de hel? Ik denk dat ik van tevoren ook even had moeten testen of dat mijn camera toch helemaal deed. Maar holy spetterpoep, dude. Ik ga deze vanmiddag eens eventjes testen. Want ik ben oprecht heel benieuwd hoe dat dit werkt. Hey, ik weet wie je bent. Jij weet wie je bent. Super bedankt. Ik ga deze helemaal controleren of dat hij allemaal goed doet. Waarschijnlijk gaat hij helemaal goed werken. En dat is toch bizar, jongens. Dat ze deze stuurt niet naar een postbus op. Nou ja, in ieder geval. Mocht je het ook nog leuk vinden om dingen naar me op te sturen. Naar de postbus. Gewoon een briefje, alsjeblieft. Geen hele dure shit. Tenzij je een of andere diamanten Lamborghini op wil sturen. Dan weet je mijn postbus te vinden. Voor nu, in ieder geval. Ontzettend bedankt. We gaan kijken naar deze bizarre aflevering van... Postbus zondag, of hoe ik deze shit ook moet gaan noemen. Ik ga deze testen en ik hoop jullie te zien, jongens. De volgende keer, als er ongetwijfeld weer heel veel nieuwe post ligt, in de postbus. Adres staat in de beschrijving. En jongens, ik ga eventjes afkoelen, denk ik. En dit opruimen, want dat ligt ook nog steeds. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, tot de volgende keer. Mazzel!